Dag iedereen, welkom op de Mechanicast. Xander had nog eens zin om mee te doen. Ja, of heel veel vrije tijd. Of heel veel vrije moest tijd. Over een anderhalf uur pas ergens zijn. Ik heb een contractuele verplichting dat ik iedere maand wel in een podcast moet zitten nu. Dus, Oké, voilà, bij deze in de wereldwijd bekende Mechanicast. Ja. En je luisteraar extra nu al. Waarvoor denk. Voor die nieuwe luisteraars, zij die niet weten wat wij doen, is wij bespreken de nieuwste comics van de voorbije maand. Degene die Kik wil bespreken, bespreken wij. Ja. En zo komt het een beetje op neer. Tegenwoordig... Toevallig ook altijd de duurste. Ik wil ook iets bespreken, maar ik ga het gewoon hier zeggen. Oké, daar gaan we het zo niet ook over hebben. Voor zij die aan het luisteren zijn en dat niet kunnen zien, we staan ook op YouTube. Dus daar kun je het ook nog eens nakijken. Dat is dankzij onze editor in dienst. Adam die dat allemaal fixt. En die misschien ook af en toe misschien ook een opmerking heeft en dan mag die dat ook gerust spuien. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, we kunnen niet aan beginnen. Hij is niet geprikt. Dus, hij is niet geprikt. Ik zal helemaal zo eens prikken. Hey Jens, wat heb je allemaal bij vandaag? Ik kan wel eerst al zeggen, heel speciaal, we spreken december en in december komt er bizar genoeg minder uit. Ah ja. De weken tussen de kerst en nieuwjaar. Valt alles even stil. Ook, dat is op Europees gebied zo, maar dat is ook zo op... Maar gelukkig, Jens. André Jens. Er zijn er veel manga's uitgekomen in de... Ja, dat gaan we niet. Waarom stelde de vraag aan de persoon die niet geprikt zijn? Oh, ben je ook niet geprikt? Maar babbel even, geef... Ja, we hebben tegenwoordig van die ophang... Dat is veel gemakkelijker. Jens, is er veel manga uitgekomen, Jens? Eigenlijk niet, omdat een hoofdleverancier... Dat is het verkeerde antwoord, dan moet je zeggen ja, en dan mag jij daar zitten en dan had ik hem weggestuurd. De hoofdleverancier van manga, Viz Media, heeft eigenlijk een maand te laat al zijn nieuwigheden opgestuurd. Dus die zijn pas deze week al mobiel. Ja, dus we komen nu pas binnen? Ja. Alright. Dus bizar genoeg hebben die heel de maand december gemist. Nee, dat is gewoon winkelstuff. Ja, winkelstuff. Niks nieuw. Mag ik nog controle over mijn eigen podcast? Nee. Oké. Ja, dan moet je zeker fokken uitnodigen als jij controle wil doen. Ja, dat is te laat. Dat is al een jaar of twee te laat. Maar dus, met mijn ultra chic PowerPoint presentatietje. We beginnen aan de single issues. En bij DC is als eerste gestart ook iets onder Black Label. Zijn de Wonder Woman Dead Earth. Ah ja. Konel, nu, jij zit eerst naast mij. Je mag daar blijven zien, maar ik heb ook de papieren versie. Dat is voor de mensen die ontkijken. Dat is voor de kijkers en dat is voor jou. Ja, maar waarom is er een scherm als wij drie mogen dat kijken? Maar niet, omdat daar de camera is. Alles zit wel in ons rug naar de camera. Ik heb het nog erger gemaakt. Ik moet dit doen. Ik heb het nog erger gemaakt en dan zie je hier zo... De interior art. De interior art. En is mijn swipen dan al? Ja. Dus ja, vol. Nee, Oei, daar gaat iets mis. Ik ken alles. Wonder Woman Death Earth, geschreven en getekend door Daniel Warren Johnson. En dat is de kerel die ook Murder, Falcon en Extremity heeft gedaan bij Image. En hier is het een beetje post-apocalyptische toestand, Mad Max eigenlijk. Ah ja. Je zit met een Wonder Woman die uit een coma wakker wordt in de Batcave van Batman. En echt niet weet wat dat er... Hij is niet wakker geworden in de Batcave van Superman? Nee, in de Batcave van Batman. In de Batcave van Batman. En ze weet niet wat ze er terecht is gekomen en blijkbaar zijn er atoombommen ontploft. Ah, ja. En is heel de mensheid een beetje uitgestorven. Oei. En ja. Zit er ook echt met mutante wezens en dergelijke. Nu, het is heel grof getekend. Ik vind het niet zo heel mooi. Maar het verhaal valt eigenlijk wel heel goed mee. Er is een gegeven moment zelfs een moment dat ze eigenlijk uitlegt dat zij in de tijd op die piloot... De Star Trek. Ja, ja. Captain Kirk eigenlijk. In de films Captain Kirk, maar in de... dat ze uitlegt dat ze eigenlijk niet op hem verliefd is geworden, maar op de mensheid, zal ik maar zeggen. De onschuldigheid van de mensheid. Ah, ja. Okay. Zo'n excuus. Voilà, aan de andere kant... Zeg ik ook altijd. Het einde van deze nummer 1 is wel wat korter dan bocht, want ze
kreeg ineens het volk heel snel opgezet tegen hun leider en zo. Ik zit hier net. Terwijl dat zij eigenlijk... Boekie uit. Heb je al uit? Tuurlijk dat. Terwijl ik het altijd liggen was. Spoiler alert. Hier, jij zet het einde dat weggeeft, maar ik ben de lul omdat ik het boekie uitgelezen heb. Dat is het einde niet, want het is nummer 1 van de story. End of chapter 1. Maar waarom zou je chapter 1 nog kopen als je het einde weggeeft? Ja, maar je wilt toch het volledigheid lezen? Bedoel... Is dat dan weer op een ander soort papier gedrukt? Of wat is nee, dat nu? Nee, deze type is die een black label. Dat is dat, dat is dat formaat, dat is altijd zo een beetje groter. En, ja, maar meer richting Europees formaat. En een hel voor de comic book shop eigenaar. Ja. Wiens... Want dit is ook, dat zit zo tussen. Wiens boekenkasten daar niet op gemaakt nee, zijn. Nee, en dit is ook weer kleiner dan een normale strip. Dus het is echt een heel belachelijk eigen dingetje. Ja, ik vind het, wel, het ziet er wel cool uit. Het is, het is kleiner dan een strip dat wij gewoon zijn, maar het heeft nog altijd wel hetzelfde aantal bladzijden als een single issue. Dus de, voor ons is dat eigenlijk heel, ja... Dus dat is 22 pagina's dan? Ja, zoiets zal het zijn. Het voelt eigenlijk een beetje een Vlaamse strip aan. Ja. Het voelt een beetje aan als een strip van FC de Kampioenen. Maar het is dunner, denk ik. Het leest ook zo. Ja. Mijn gedacht, kijk dat sexy bent. Dus ja, dat is Wonder Woman Dead Earth onder Black Label. Oké. Black Label, dat betekent ook gewoon dat zij in deze zin post-apocalyptisch, dus het zit niet in de draad van het DC-universum dat dat loopt. Met ah, ja. Ja, want okay, dit is een universum zonder kammen. Ja, dus, ja ze ziet er heel grof. Het is post-apocalyptisch, daar heb je geen tijd meer uit te kammen. Dat is waar. Voilà. Ik heb nu dingen over. Ja, dat is goed. Pak wel vast. Moet ik dat hier, maar ik heb geen baksje. Je hebt die Max IM voorbereiding. Ai. Iets anders dat opnieuw voor de zoveelste keer terug begonnen is, Suicide Squad. Weer al Suicide Squad. En dan ook heel grappig. Zie, ik kon nog meer spoilen, maar dat weet je gewoon. Op de cover staat: by the end of this issue, half of this team will be dead. Nu, dat is typisch voor Suicide Squad. Dat ze, ze hebben dat in de film ook gedaan. Je zag bij de trailers ook een heel hoop bekenden. En ene was dan Slipknot. Of, en dan denk je van ja, die kerel die gaat einde niet halen. Hè. Dat, dat is zo een beetje het ding van Suicide Squad. Dus de onbekende, deze gaat dood. Die. Dat is al niet slecht. Deze hier ook. Ja, gaat ook dood. En die Griet in het midden ook. Mike Faye gaat ook dood. Dus voilà, de helft van het team gaat dood, maar het ambetante is, voor te beginnen, hun leidster, die, hoe noemt ze die balzin? Harley Quinn. Nee, niet de balzin, van Task Force X. Dat is, ja, ik weet het ook niet meer, ik kan er niet direct op komen, maar die, die heeft ontslag gepakt. Terwijl dat normaal zo'n harde tante is en weet veel. En iemand anders, hun nieuwe baas, hun eerste job is om een superhelden terroristenteam te gaan gevangen nemen. En dat blijkt ineens een nieuwe teammaats te zijn. En zo gaat eigenlijk een nieuwe Suicide Squad reeks van start. Ja, ja. Mag ik iets vragen? Wat? Wat vinden we van die Harley Quinn trailer? Birds of Prey, dat er nu zit al. Ja? Je mag kiezen uit slecht of heel slecht, dat mag je uitkiezen. Ja. Ik wou echt banger zeggen, maar die optie heb ik niet. Jawel, dat is dan optie 3. Je merkt ook gewoon dat ze iets doen om Harley Quinn een beetje in je leven te houden. En ik denk dat ze met Harley Quinn alleen niet genoeg hebben om de film te maken. Dus kappen ze maar wat bij hem. Er zit geen Joker in. Black Mask doet mee. Obi-Wan Kenobi speelt Black Obi-Wan Mask. Kenobi. Maar die, maar het is toch raar dat die film, dat die trailer voor de Joker film zat, terwijl die refereert aan een andere Joker. Ja, dat is het probleem met DC, hè. Maar die trailer, is daar iemand, wordt daar iemand warm van? Want ik niet. Heb je daar wat voor je? Ja, nee. Het is, de titel klopt toch ook gewoon keihard. Dat je denkt van, er zitten like nog 30 man in die film, het is allemaal Harley Quinn en zij boeit mij net het minst van heel die cast. Ja, ik ook. Je ontkent dat karakter al. Ja, en het spijtige is, en dat laat echt zien dat ze het figuur niet snappen bij DC, is, die heeft ook kostuumwissels en kostuumwissels en kostuumwissels, maar ze slaagt er maar niet in om een exact kostuum naar terug te zien, naar die cover gaat zien van die comic. Ze slagen er maar niet in om die, oftewel een zwart-rood of een rood-blauw kostuum te geven. Wat is het probleem daarmee? Die moet DNA iets aan dat gemokt is uit van die caution linten van de police. Ja, precies. Krijg nog wel confetti. Ja, ja. Ik denk dat ze zo de kostuumafdeling iets te veel leisure hebben gegeven, waardoor dat die kunnen doen. Is Harley Quinn ook bleek omdat ze in iets gevallen is? Of boeit die haar eigen constant? Nee, die is gevallen in, ja, is ook
in dat vat gevallen. Hè. Allee, de Joker heeft door in dat vat gestoken. Ah, oké. Okay. Praktische vraag, niks anders zeggen. Ja, nee, mag. Er zijn toch heel veel memes over Suicide Squad. Dat is er een gegeven moment, hè, in de film Suicide Squad steken ze die toch. Stikt hem die in dat vat. Ah, juist. En dan komt hij eruit, en dan komt hij eruit, maar met heel veel witte goo op hun gezicht en heel veel... Ah, ja. Mannen denken natuurlijk dat dat iets anders is. Sperma. Ik ga even sperma zeggen. Bijvoorbeeld, ja. Wat? Op yoghurt. Dat is de beam. Smot. Ja, sperma. Dank u. Fokken. Nou. Zie je de chaos omdat er geen tweede bakje is? Nee, ja, het gaat voor helemaal mis. Jij zet de reden waarom dat er op YouTube, als ik deze post, er is een knopje geschikt voor kinderen of niet. Ik moet het altijd... Het woord sperma, daar komen ze allemaal vandaan, van sperma. Jullie komen allemaal uit de sperma van je vader. Ze waren 10 jaar geleden sperma. Ja, voilà. Voilà. En over 2 jaar is dat je enige wat je nog bezig houdt. Zakdoekjes. Ik heb dit meegenomen, Nerds. Dat is een boek geschreven door 2 Nederlandse comedians. Controle volledig kwijt. Namelijk Emilio Guzman en Thijs van Domburg. 2 zeer coole comedians uit Nederland. Emilio is de broer van Javier. Laten we zeggen, de grappige broer van Koen. En Thijs van Domburg. En dat zijn inderdaad 2 nerds. En die hebben een boek geschreven dat heet Nerds. En er staan allemaal, hoe ben je een nerd? Wat is er een nerd? En dat is een keileuk boek. En dat kan ik alleen maar aanbevelen. 2 topkerels hebben samen een heel leuk boek geschreven. En wat is dat dan, een handleiding voor nerds? Handleiding, of is dat en dan gaan we vooral. Wat vinden we leuk. En wat, nee, het is een soort. Ik heb het niet gelezen natuurlijk. Maar het is wel heel leuk. Het is echt tof. Ik vind het echt gaaf. En ik wil nu een gratis exemplaar, jongens. Ik heb hem gekocht op bol.com, want daar was hij iets goedkoper. Waarom ook de We hebben hem hier in de Mechanic Hooks liggen, hè? Ja, anders had ik hem niet bij. Ik heb hem daarnet gepakt. Ah, okay. Ik had dat niet gezien, ik wist niet dat je dat had. Ik wist niet dat jij ook... Ding is voor nerds, nee. Ja, dat is voor nerds, maar dat is keileuk. Nee, dat zijn echt 2 die Thijs van Domburg heeft ooit in de Joker een voorstelling gespeeld over superheldenfilms. Ah, okay. Dus met beelden erbij en dan liet hij dingen zien en dat was een keileuke voorstelling. En, dus die hebben ook samen een YouTube-reeks gemaakt over een soort Geeky Cauldron-achtige setting waarin... Ja. Lord of the Rings samen, maar om te lachen ook. Leuk, nerds, koop dat boek. Hier in de Mechanic verkrijgbaar. Had ik het geweten, ik had ook nog een slideshow. Het was al een tijdje uit, maar ik zag het niet pas. Het is al een tijdje uit. Het is niet nieuw, maar het bestaat. Emilio Guzman en Thijs van Domburg. Bestaat is inderdaad een heel leuk boek. Nog iets nieuw, het is wat eigenlijk niet moest, maar wat hij maar blijft doen. Ah, ja. Je schiet nu nog weer een nieuwe Dark Knight Returns. Daar heb ik geen papier in. Ja, maar wat is het nu eigenlijk? Slechtere regels. Het waren feestdagen, heeft goed verkocht, terwijl dat het eigenlijk niet hoeft. Want ja, Dark Knight Returns, The Golden Child, is eigenlijk nog weer... Hey, we hebben ondertussen Dark Knight Returns gehad, The Dark Knight Strikes Again. Ondertussen hebben we Dark Knight Returns of Dark Knight 3, The ik Master Race. En die Murphy nergens in... Waarom? Hij heeft hem. De Golden Child, ja. My dear brother noemt ze. Weet je dat hij... Oh, dat is wel niet zo... Ik vind dat... Ja, dat is toch niet zo'n slechte teken? Raphael Grampa. Is toch geen Rampa? Nee, ik snap wel waarom dat ze hem gekozen heeft. Omdat hij tekent wel een beetje in de lijn van Frank Miller. Maar dit is gewoon weer een vervolg op de vorige. Ondertussen, Batman is er niet meer, dus hoe noem het daar, dingetje, hoe noemt ze? Ja, die dochter van dingetje. Carrie Kelly. Ja. Carrie Kelly is nu echt Batwoman. En je hebt vanuit de Master Race 3 het ook een zekere Lara. En die is eigenlijk... Dat is zij toch? Dat is die, dat is een voet, ja. Leeft Superman nog? Superman leeft nog, die dus het zit helemaal in. Ah, ja, sorry. Ja, heb je hem? Ze worden altijd niet ouder geworden. Nee, die wordt wel minder snel oud als Batman. Ja, zover was ik mee, maar ik dacht, als Batman daar al dood is, dan moet er toch wel al... Alhoewel, hoe oud is die in The Dark Knight? Ja, oud al, hè? Is ja, dat zal wel toch een... 60 plus? Zoiets, hè. Ja. Maar is het ook niet... Je merkt gewoon op het verhaal dat ze gewoon nog een verhaal insteken van het systeem. Dat was de pijn. Het systeem en mensen zijn nog altijd gemokt om ambetaan te doen en er is haat en... We hebben het... Ja. Nee, dat is... Nee, thumb.
Ben ik klaar weer. Ik wil klaar weer. Bon, volgende. Ja. Voilà, ja, dat zijn zo de nieuwigheden die bij DC begonnen. DC doet echt, houdt het echt wel rustiger aan qua nieuwigheden, terwijl je dan subiet naar Marvel gaat kijken. Ja, die... ja, maar dat is gewoon veel gooien en dan blijft er wel iets plakken, toch? Dat is echt de bedoeling. En dat is echt ook... Ja, wat klopt. Ze, wat dat ook zo. Dat gebruik ah, dat heb ik toch niet gelezen. Ja, Incoming. Hmm. Dat is uitgekomen. Incoming is uitgekomen. Uit de kast gekomen. En, ook, ja, en dat is ook iets speciaals, want dat is eigenlijk weer zo... Dat is een dik boekie. Ja. Dat is een dik boekie en dat is eigenlijk zo een beetje een... ik kan echt, ik haat die woorden om te gebruiken, dik boekie. Maar... Playboy was ook een dik boekie. En een hard, daar werd mijn dik heel hard boekie van. Krokant boekie. Het is in ieder geval, zo weer zo'n ketting comic. Ik weet niet wat dat een woord is dat bestaat. Ja, maar je merkt echt dat ze zo even door heel de Marvel Universe gaan en iedereen even benoemen om even te zien waar gaat die zitten van die moment om dan een nieuw event in te laden. Hey, ze gaan langs de Avengers, de Fantastic Four, de X-Men, Guardians of the Galaxy, passeren even die Daredevil, Spider-Man. Dus echt alle titels moeten even benoemd worden. En dat is ook het grappige eraan, want het begint met een moordmysterie. Wie gaat er dood? Dat weten we zelfs nog niet, het is een onbekend iemand. En de Masked Raider, hier zie je hier, die vindt dat als eerste. De Masked Raider is de keer waar je zegt ook, de Eternity Mask, die neemt een masker op en daarmee krijgt hij altijd dezelfde krachten van de persoon in wiens nabijheid hij is. Oké. Okay. Handig. Maar dat is ook wel grappig, want hij moet dat moordmysterie dan oplossen en om de vijf bot gaan ze wel achter iemand anders zoeken om dat moordmysterie op te lossen. Van, oh, ik weet het niet, ik kon te raden met een die of ik kon te raden met een die. Ja. Ze hebben altijd een excuus om naar de volgende te gaan. Dus ja. Ze dan zeggen, oh, ik ken de beste detectief van allemaal, ik kon naar Jessica Jones. En dan zegt hij, goh, ik weet het toch niet goed, dus ik kon niet zorgen bij de Avengers. Dat is een beetje raar, ik zie dat niet echt ook. Wie zijn die twee karakters? Die twee karakters, ja, dat is het homo-koppel uit de Young Avengers. Daar was ik al zo ver mee, maar ik vroeg af wie dat was. Oh, hier, hij heeft de logo gezien. Dat is Hulkling. Ken die karakters. Ah ja, dat is Hulkling, die, ja. En die zijn samen met de zoon van de Scarlet Witch, zijn de... komen niet direct op. Oké, okay. Hey, wel. Dat is een gay koppel, dat klopt. Dus ja, dat is even benoemd al. Ik kom er wel op. Kom jij er wel op? Nee! We can. Oké. Okay. Voilà, maar ik moest even... Yes, we can. Daarop komen. Oké, okay, ja, ik kende die karakters niet. Het is cool. Het is ook heel casual. Het is niet... Ik merk het op omdat ik dacht van, oké, die zijn heel vriendelijk bij elkaar. Maar het is wel... Het is niet... Nee, het is leuk getekend. Het is niet geforceerd. De tekenstijl is heel leuk, maar je voelt wel van, hé, hier zitten we dan nog... Zijn er ook niet verschillende tekenaars? Of is er ik denk voornamelijk... Een beetje wel, de tekenaars pakken het ook over. Ja. Maar je merkt het ook van, je zit in een moment zitten hier op Krakoa, bij Mr. Sinister. En de volgende bladzijde zit ineens bij Ghost Rider. Bij Ghost Rider, om even te benoemen, dat Ghost Rider de koning van de hel is. Dus er zijn echt wel excuses ontvoorzien om even... Hey, als je niet weet waar we zitten bij Marvel, we gaan even iedereen. Ah, om een soort van, oh ja, hier zit iedereen. Ja, en het is eigenlijk echt een inleiding naar het nieuwste event, Empire. Wat dat gaat zijn, dat weet ik niet. En noemt Empire mijn Y op het om speciaal te doen. Oké. Okay. Empire. Oh, ja. Iets anders, wat ik dan wel heel goed, iets heel goed nieuw vind, maar er is ook weer een reden voor dat je waarschijnlijk wel kunt draaien, fokken. Donny Cates heeft iets nieuw gedaan. Thor. Die zit nu op Thor. Die zit nu op Thor. Ja. Dan ga je weer opzitten. Thor heeft nu een nieuw. Sinds Jason Aaron heeft heel zijn run. Ik denk dat die heeft er echt lang op gezeten. Dat heeft hij lang gedaan. Heeft Thor lang, heel lang gedaan. En, sorry. En hij heeft echt heel veel benoemd. Hè. Ik bedoel, we eindigen met op de end van de run van Jason Aaron, is nu Thor de Allfather. En in deze weet Donny Cates er nog wel iets aan te bereiden dat ineens Galactus half dood op Asgard terechtkomt en hem inlijft als zijn cosmic Herald. En dat zie je er nu ook aan, hè. Dat is die nieuwe, het eindigt ook zo, dat hij trekt een beetje op de Super Saiyan met blauwe haar en zo. Mm-hmm. Maar ja, hij wordt echt wel overpowered, want hij heeft al de Alpha Father krijgt en dan wordt hem even Cosmic Herald. Dus ah ja. Pretty cool.
Ook heel leuk getekend, oké. Echt gezien. Ja, de versie van Nick Klein. Nick Klein tekent en die tekent ja, heel, heel knap. Hè. Heel tof om te zien. Je krijgt hier een inleiding mee dat hem zo'n naam er even door alle 10 realms smet en er ook een beetje over stoeft. Ah, ja. Ik zei, heb je dat gezien? Ik heb hier een trick met een hamer overal deur kunnen smijten. Hier helpt hem zelfs die Avengers even van op Asgard door die hamer door die beest van dingen te smijten. Ah, ja. Natuurlijk weet Iron Man er niet beter op te vinden, want ze zien, oh, dat is toch zo'n hamer. En weet je wat, ik schrijf er nog iets op terug en dan stuur we hem terug. En hier zie je hem echt van, ja, hij is in full Allfather modus, hè. Lange baard en ook al een warklapje en hij is aan twee kraaien. Want dingen, Odin is er nog, maar die is naar pensioen. Ah, hier komt weer Ghost Rider, komt ook, hè. Waarom heeft hij twee kraaien? Dat is mythologie ook, hè. Dat is hem één, dan. Ah, nee, hoor. Ja. Dat is gewoon Noorse mythologie en ik denk dat die kraaien ook over... Ik denk dat die rondvliegen en dingen voor hem ook in doorgaan. Ah, ja. Zoiets zal dat zijn. Omdat hij ontbreekt. Hij heeft één oog kwijt en zit vervangen met twee kraaien. Maar wat zou dat anders doen? Niet? Ja, zo. Voor het volgende ga ik de fokken meer laten uitleggen. Oh, ik weet het niet. Ja, dit is trouwens de Variant Edition. Ja, ik heb een Variant Edition. Die kun je ook kopen in Makering Strip. Top fijn dat je het even benoemd. Dank u wel, Marlo. Ik heb nog meegenomen Nerds. Dat is een boek geschreven door Emilio Guzman en Thijs van Domburg. Staan er beeldjes in en tekstballonnetjes? Het gaat over nerds, nerdcultuur. Zeer leuk boek. Tekstballonnetjes? Printjes? Nee, jawel, staan wel printjes. Kijk maar. Printjes. Ja, maar. Printjes. Nee, oh, het volgende hadden we wel willen bespreken. Oké, Thor. Dat gaat over Thor. Ah, jij hebt het nog niet gelezen. Maar dat gaat leuk zijn. Peter Parker. Dus Peter Parker, Spider-Ham. Heb ik gekocht. Ligt op de stapel. Dat betekent ik had verwacht dat je dat als hier van de in één trek uitgelezen. Nee, ik was te druk met de kerstdagen. Yeah. Maar Peter Parker, Spectacular Spider-Ham. Yeah. Dus dat kan niet slecht zijn. Nee, het heeft ook wel weer dezelfde humor zoals het animatiereeks. En ja, het is super tof, hè. Nu zijn ze bijvoorbeeld met die Avengers ontvechten tegen Moltron. Iedereen is een beestje. Iedereen is een beestje, zie je? Ah, ja. Who the peck are you talking to? En dan heb je, ja, zie hier, hè. Wat is dat? De Vision is een vogeltje. Hawkeye is een haak. Ja, dat ligt voor de hand. Is Captain America eigenlijk Captain America. Ja, en je ziet, hè, in een Ultron is een mol, hè. Moltron. Ah, ja. Dat is ook goed gevallen. En, ik vind het wel grappig dat Iron Man Mickey Mouse is op een of andere manier. Is dat zo? Is Iron Mouse dan... Is Ant-Man ook een mier? Dat zou misschien... Ja, is een mier. Oké, dat is voilà. Dus je zit inderdaad... En Spider-Man is een varken. Geen een spider, maar een vark. Ideaal. Maar dus ja, hij komt uit een universum waar alle mensen zijn dieren. Hè? En maar het wordt ook heel, als je onder stijl ziet van tekenen, het wordt heel cartoony aangepakt. En het is wel tof dat je dat leuk vindt. Ja. Ja, ik vind dat een heel grappig personage. En, dat is zo raar en zo... Ja, daarom. De intro ook, als je hier die korte inhoud leest, Apocalypse Now. Ja, dat is zo'n dikke zijn leuk, hè. De Daredevil. Daredevil is een geweldig, hè. Is het echt? Dat is een echt. Zo'n dingen, ja. Dat maakt mij gelukkig, hè. Je ook, dat is toch jij bent toch snel gelukkig, hè. Dat is zo mooi aan jou. Ja, maar zoiets. Daredevil is geweldig. Moest you fantastic. Je bent fan, hè? Crocter Strange. Dus dan ga je kopen, hè? Nee, ik ga niet kopen. Jawel, dan ga je kopen. Nee, je gaat dat kopen. Nee. Dat is te koop hier in de Makering Strip. Wacht op de bundel. Nee, en ik koop dat en de bundel. Hmm. Ja, ik heb het thuis liggen. Nu, waarschijnlijk het avontuur gaat wel zijn dat die... Naar andere universa gaan uitreizen. En deze is heel leuk in zijn eigen universum. Weet je? Zo heb je dat wel vaker, dat ze in een beestmodus alle iteraties van alle superhelden als beest zijn. Dat is wel heel leuk. Dat is cool. Ja. Peter Parker, de Spectacular Spider-Ham. Iets anders dat ook weer terug nieuw begint, en ze doen het echt veel te vaak bij Marvel, terug opnieuw beginnen. Dat zou perfect een vervolgnummer kunnen zijn op alles wat dat ervoor... is uitgekomen door, nu moet ik zelf even denken, ik denk dat Mark Waid ook is.
Maar die begint gewoon een nieuwe reeks. Ja, voilà, get hem al. In deze film Doctor Strange. Nee, ik kan iets anders beginnen lezen terwijl ik jij je uitleg. Allee, bedankt. Met al beu, kan je iets anders nemen. Zeg. Nee, heb je ook kikkeboe? Kikkeboe. Oh, dus. Nee, je hebt Doctor Strange, Surgeon Supreme. En dat is wel slim gezien, want ja, je kunt niet blijven zeggen dat zijn handen niet werken, terwijl hij zo aan die mega zotte toestanden met zijn handen. Moet hem terug. Hij heeft een bijjobje. Hij is zowel Sorcerer Supreme als Surgeon Supreme. Okay. Hij probeert beide zo een beetje met elkaar te combineren. Niet altijd even simpel, maar het is ook wel goed getekend door een zekere... Kev Walker. En die krijgt wel, niet helemaal, maar weet je nog, in der tijd hadden we Doctor Strange getekend door Bart Shalo. Ja, dat is mijn favoriet. En deze slaagt er wel in om dat iets of wat na te doen. Mag ik heel eventjes... Dat was eigenlijk mijn ezelsbruggetje om het open te zetten voor de kijker. Goed, oké. Okay. Zal ik me ook eens even openzetten voor de kijker? Nee, je staat al open genoeg voor de kijker. Ja? Jij zou misschien beter wel gesloten hebben. Nee, die slaagt er wel in om toch een bepaalde feel van... Dat is eigenlijk die eerste reboot van Doctor Strange. Dat je die monsters ziet, dat is heel tof gehad. Dat is eigenlijk de eerste reboot geweest dat we terug naar moderne Doctor Strange hebben. Ik vond het wel echt super leuk. Maar hoe had hij die gezien? Ja, dat lijkt er wel op. Wel leuk. Ja, absoluut. Hey, hij ziet bijvoorbeeld hier in dat ziekenhuis en hij ziet dat alle kwaaltjes niet per se fysiek zijn, maar ook wel een bepaalde demonische of paranormale reden hebben. Dat vond ik ook zo leuk in die eerste, want dat vond ik ook zo leuk dat hij die ziet. Dat hij die ziet en dat ook zijn magie kost heeft. Dat hij niet meer normale spijsvertering heeft en echt meer zotte vetzakkerij moet eten. En dat eigenlijk op den duur ging het zover dat zijn helper, Wong, had een hele secte opgericht voor mensen die in dienst stonden van Doctor Strange, om al het lijden dat Doctor Strange eigenlijk zou moeten hebben, weer op die mensen overgeheveld. Dus die waren eigenlijk... Die korten dat af. Die waren voor hem aan het afzien, zodat hij tegen het... Verder kon vechten. Dat was wel wat extreem. Veel lezers hadden er misschien wat veel van het goede. Maar deze is terug, we beginnen weer. Ja, ik vind het wel goed. Maar het had niet opnieuw gehoeven, het had ook gewoon een continue kunnen zijn. Ja, tuurlijk. Ze zetten er nummer 1 op en ze zetten ook niet bij welk nummertje het dan zou geweest zijn. Dat is raar, want normaal moeten doen ze dat altijd, maar ik denk dat ze deze hier op de 1 extra groot willen zetten. Gewoon nummer 1 is. Wel, een heel speciale film van dienst nu voor nummer 1, dat is The Wrecker. Ken je die nog? Nee. Van The Wrecking Crew? Dat is die ene met die koevoet. Ah ja. Maar die neemt deze keer nog een magische koevoet. Magische koevoet. Magische koevoet. Dus de Doctor Strange. Tweede hashtag van de dag. Zoek een karakter uit Spider-Man, magische koevoet. Magische koevoet. Alright. Dus, nerds van Emilio Guzman en Thijs van Domburg. in de boekhouder. Maar ook in de weekend strip te krijgen voor maar €21,50. Dus dat is... Geen geld. Maar als je... hem vriendelijk aankrijgt, krijgen we hem ook wel voor €23. waarom moeten mensen eigenlijk uitgelegd worden hoe ze een nerd moeten zijn? Je zei dat toch of je zei dat niet? Dat is eigenlijk een heel goed. Ik snap de opzet niet van dat boek, eerlijk gezegd. Superleuk boek, geschreven door Emilio Guzman. Nee, maar dat is toch? Omdat je... Twee middelmatige comedians die beslissen wat nerd is. Dus, heb je al zien spelen? Zeer goede comedians. Ik heb ze zien spelen. Maar het is inderdaad niet leuk dat benoemd wordt, hè? Nee, maar je hebt toch verschillende soorten nerds. Ik ben een vervelende nerd, maar je hebt ook leuke nerds. En je hebt nerds die van gaming houden, of je hebt nerds die van cosplay houden. En zij gaan beslissen wat je zei. Zij geven gewoon alles een beetje weer en zeggen... Voor de leken die dat boek gaan kopen. Voor. Nee, maar ook... Voor dat je zelf kunt kiezen welke nerd dat je wilt zijn. Zoek uw eigen plan. Het gaat over... ik weet niet waar het over gaat. Ik heb het niet gelezen. Maar hier gaat het dus over. Echt reclame voor pakken van Rita? Ja, omdat ik de aardige gasten vind. Oké. Maar goed, dan vinden we het weer stom, hè? Dan vinden we het maar stom. Dus terug naar de orde van de dag. Het volgende dat is, wat heel plezant is, is Cosmic Ghost Rider. En deze keer heeft hij weer een nieuwe reeks en die heet Revenge of the Cosmic Ghost Rider. En hij gaat wraak pakken, hè? Nee, dat is niet waar. Hij is eigenlijk op een gegeven moment. Hij wordt gevangen genomen en ze laten hem eigenlijk ontploffen en
zo begint zijn verhaal dat hem eigenlijk... Die komt zondag ook in mijn dinges, komt die in mijn top 15. Cosmic Ghostfire? Ja, echt. Ja. Van boeken dat je gelezen hebt. Nee, van, we moeten, we, nou ja, maakt niet uit. Nee, nee, maar vertel. Nee, dus, maar dat is, nu zondag nemen wij een podcast op in de Joker. De lijstjes. Met een lijstje bij Xander en... Een comicje nu. En ik vind, ik vind het personage Cosmic Ghost Rider, ja, dat is iets nieuw. Dat is fucking lang geleden dat er nog een nieuw leuk personage is gekomen. Het is natuurlijk eigenlijk Frank Castle, het is eigenlijk, ja, hè, maar ja, ik vind het heeft humor, maar het heeft, ja, ook wel, het is gewoon echt een zeer cool personage. Ik vind dat het leukste comic ding van 2019. Ja, ja, is misschien is die misschien wel een 18,5 bedacht, maar... Dat denk ik wel. Maar goed, de echte doorbraak is 2019 en, ja, Ghost Rider kills the Marvel Universe. Ja. Superleuk. Ja. En ik vind dat gewoon een echte gaaf personage en ik ga het daar zondag ook heel eventjes over hebben. Ja. Gewoon omdat, ja, als het dan toch, waar ging ik van comic books benoemen, ik weet het niet zo goed, maar het is allemaal goed uitgekomen. Gebeurt. Maar dit is voor mij wel een uniek dingetje. Ook leuk, want ik heb... als we dan toch even zo'n lijstje zijn van 2019. Ja. Ik heb een nieuwsbrief van voorbije weekend en ik mijn aanraaiers van 2019 benoemd. Ah ja. En mijn grootste aanraaier van vrijstaand verhaal is Spider-Man Life Story. Ja, ja, die ook, sowieso. Ja, ja, eigenlijk, ja, misschien moet die er... die is eigenlijk nog beter. Daar heb jij gewoon eigenlijk heel erg gelijk in. Vind ik jammer dat je nu eigenlijk super hard gelijk hebt. Sorry. Nee, dat was ook... dat is misschien... Weet je wat, dat is qua is, dit is het leukste personage, ja, dat is het beste vooral, comic book. Dat is een verhaal gemokt, hey, we hebben dat vorige keer of twee afleveringen geleden misschien besproken. Dat is heel geschiedenis van Spider-Man in één verhaal in geschreven, één verhaal, zonder dat één verhaal is. Zonder dat dat geforceerd aanvoelt. Ja. Het klopt allemaal. Ja, dat is keigoed. En oké, soms heeft hij aanpassingen gemokt op bepaalde dingen. Zij Venom is niet per se altijd op Eddie Brock en zo, maar het voelt heel goed aan. Maar Revenge of the Cosmic Ghost Rider, ik wou dat even benoemen, is nieuw nu begonnen als korte serie. Ja. Het verhaal zelf is gemiddeld, maar het kort verhaal op Tinden is heel goed. Want dat is Donny Cates terug, die het personage bedacht heeft. En die gaat even eindelijk de confrontatie aangaan. Ja, tussen hem en de tussen Punisher. De originele Punisher en hem. En want er is bijvoorbeeld, jij zei dat juist, dat kort verhaal, dat noemde Cosmic Ghost Rider Destroys the Marvel Destroys Universe. Destroys the Marvel Universe, ja. Yeah. En in deze komt hem de Punisher tegen. En de Punisher is eigenlijk heel pist, want die wil eigenlijk niks liever dan dat hem zegt van waarom hebben mijn vrouw en kinderen niet gered? En dat wordt een beetje awkward. Hm. Ah ja, want hij is het zelf. Hij is zelf, maar hij is wel de zot geworden versie van hem. Ja. Ik weet niet of jij weet wie de Cosmic Ghost Rider is. Ik ga ervan uit dat de Punisher is die de Ghost Rider is geworden. Ja, de Punisher wordt Ghost Rider en die is dan ook de herhaald van... Ja, wel, nee, maar het gaat zo doen, de Punisher wordt Ghost Rider, omdat Thanos valt de aarde aan en hij gaat daar als eerste aan door een vallende steen. Ja. Dat vindt dat ontzettend ambetant. Dus hij maakt een deal met een duivel om te zeggen van, ja, kom, let mij terug. Ik wil terug, ik wil terug mee gaan vechten. Dus een duivel, oké, is goed, en mee, dat is Ghost Rider terug, maar de duivel stuurt hem pas terug als de... Als Thanos al gewonnen heeft. Want Thanos heeft ook gewonnen in de verhalen van Donny Cates. En dus hij komt terug naar een aarde waar niks niet meer is. Dus hij zit er als Ghost Rider, krachten, maar heeft niks te doen. Ja. Dus hij wordt zot van eenzaamheid, totdat dan ineens Galactus eraan komt en zegt van, oh, ik kom daar de hier op eten. En een andere, hey, mag ik niet mee? Maar ja, oh, is goed gemeen met een herald worden. Dus dat wordt hem al, ja, Cosmic Ghost Rider. En om het nog een beetje veer te sturen, wordt hem een gegeven moment ook de herald van Thanos. Ja. Dus hij rookt echt wel serieus gepowered. Maar en dan gaat hij, en dan dat eerste verhaal is dat hij bij Baby Thanos aan de ja, halen. Probeert hem de Baby Thanos af te maken, om dan Thanos tegen te gaan. En in want voor verhaal... Baby Yoda had je Baby Thanos. En was die ook heel schattig? Die was heel schattig. Ja, maar die is echt heel schattig. Allerlei knopjes aan het aanraken, denk dat wij. Er knopjes aangeraakt hoor. Want je hebt ook Baby Darkseid, en Baby Darkseid is nog schattiger. Maar natuurlijk kwam dat ook alle twee rond dezelfde periode, hè. DC Darkseid en Marvel. DC en Marvel komen weer tegelijk. Doen die allebei baby? Ja, de allebei baby is slechter. Maar natuurlijk, die gaat dan baby Darkseid. En Darkseid heeft zo van die ogen. Hè. Heeft die ogen? Nee, maar die is zo'n blik dat zo, ik weet niet wat dat juist noemt. Die straalt dat zo in hoeken. Die straalt in hoeken. Ja. En natuurlijk, je hebt dan baby Thanos, baby Darkseid. En natuurlijk, Batman heeft baby Darkseid en gebruikt die dan als wapen. Dat is natuurlijk de DC-versie. De Boys, ja. En heeft baby Thanos een baby handschoentje?
Ja, en die doet me niet. Dat kan hij niet. Nee, dat kan hij niet. Dat kan ik ook niet. Bon, dus Cosmic, ja, we vinden het wel zijn. Het is goed dat we het samenvatten op tijden. Mooi. Ding. Ja. Wat we ook hebben is, je hebt een nieuwe Hawkeye. Je kan het zien, maar ik heb hem, ja, ik heb hem hier tussen steken. Hoeveel verhalen kan een mens over pijlen schrijven? Veel. Je hebt Hawkeye Freefall. En dat is ook weer, ja, Hawkeye heeft al heel lang geen reeks niet meer gehad. Dus maken ze nu een reeks over Hawkeye. Ah, ja. En Hawkeye wordt aangevallen door een zekere Ronin. Nu, dat is die toch zelf? Dat is die zelf. Dus er heeft iemand zijn pak gepikt. En daar is die niet content mee. Hij heeft zijn pak gepikt. Denk je dat ze dat nu aan terug doen omdat die Black Widow film eraan komt? Onder andere. En ook omdat zijn reeks binnenkort ook in productie gaat. Die tv-reeks voor Disney Plus. Hoe noemt ze dat? Bishop. Kate Bishop is eigenlijk de opvolgster van hem. En die gaat er ook wel mee in. En ook een hele leuke film die erbij in zit. Wat ik fan van ben, is de hoed. De hoed die we al... Nee, de hoed gewoon. En ik, dat is eigenlijk een crime boss. Maar die hoed dat hij aan heeft, geeft hem speciaal krachten. En ik ben er wel fan van. Omdat die is inderdaad in Secret Invasion is die opgekomen. Omdat hij zegt dat alles lag op zijn gat. En die zag een vacuüm om in de maffiawereld zich op te klimmen. En ook wel een leuke tekenstijl. Ja, wel oké. Pas op, ik vind die vorige Hawkeye-reeks, dat vond ik nog echt heel gaaf. Die van Matt Fraction. Ja. Matt Fraction heeft een bijzonder goede Hawkeye-reeks geschreven. Die mocht een heel... YM91292. Dat is mijn klantennummer, ik kreeg de preview er niet op, dus heb ik gewoon heel de single issue digitaal gedownload, speciaal voor mij. Ik kan single issues lezen nog veel dat ze uitkomen. Ik vind het ongelooflijk. Nee. Raarste humble break ooit. Ja. Kijk daar. Krijg je daar veel vrouwen mee in je bed? Hey, wil jij mijn single issue zien? Ik heb een klantennummer. Ik heb een klantennummer in mijn single issue. Bon, dus dat was dan Hawkeye Freefall. Dankjewel. Is dat een klantennummer of ben je gewoon blij om het te zien? Bon. Zucht, hij spreekt er ook in. Ja. Ik geluidjes. Ja. Oh, dat heb ik ook gekocht, dat heb ik ook niet gelezen. Daar ben ik geen fan van. Dat noemt Tarot. En dat is dan zo weer de crossover met Avengers en de Rot in Tarot. Tarot, Tarot. Iets, alles dat met Defenders te maken heeft, is eigenlijk in mijn ogen nooit niet goed. Waarom niet? Ik ben geen fan van. Dat gaat altijd over de Tweede Wereldoorlog. Dat is niet waar. Oké, we hebben nieuwe Defenders, hè. Daar niet van. Hè. De Hulk. Dat was vroeger ook de verdedigers bij Junior Press. Vertalen, echt een vertaal. De verdedigers en dat was met de Hulk en Silver Surfer en Namor en Doctor Strange en Valkyrie dan, hoe noemt ze, Brunhilde tegenwoordig, want Valkyrie is nu Jane Foster. Maar ja, het gaat over dat Namor herinnert zijn eigen iets anders dan dat het was, want op een gegeven moment in de Tweede Wereldoorlog verandert Captain America in de Hulk. Oh ja, ik heb het wel zitten lezen, ja, dat klopt. En dat snapt hem niet goed en dan moet je ook zoeken hoe dat kan. Hè. Ik heb het wel zitten lezen, ja, klopt. Nu, in een gegeven moment wordt dan de Avengers worden aangevallen door een of meer dingen, met toverkrachten. Ik durf niet te wachten, ik weet wel, hoe noemt hij nou weer juist? Harry Potter. Nee, ga nog iets naar verder naar beneden en dan zie je inderdaad, dat is toch wel gaaf dat je Captain America ziet veranderen in de Hulk. Hebben we dat nog nooit niet gehad? Waarschijnlijk wel, maar dat is toch leuk. Dat toch al gebeurd zijn dat hij in de Hulk verandert. Nou, shit, gebeurt maar niet. Ja, het is toch gebeurd. Ja. Ah, hier, voilà, daar, hopla. Hoppa. Dat is toch gaaf. Captain Hulk America. Captain Hulk. Ja, maar ja. Ja, ik ben niet overtuigd. Hè. Want op een gegeven moment op het einde dan worden ze aangevallen door Ishizog. En dat is die met toverkrachten, maar die heeft eigenlijk... Of iemand van West-Vlaanderen. Ishizog. En die heeft iedereen... die speelt met kortjes. Hè. Op die kaarten staan allemaal krachten van iedereen. En zo krijgt hij iedereen onder controle. Vandaar de naam Tarot. Je bent geen fan, ik snap het ik al. Ben niet overtuigd. Waar ik wel overtuigd van ben. Iets waar we niet. Het blijft een bespreking van december, dus hier kunnen we ook niet rond. En natuurlijk komen er een heel aantal dingen van uit nu. Er is een nieuwe Star Wars begonnen. Die heb ik ook gekocht, omdat die speelt zich af na
Empire Strikes Back, denk ik. En wacht, we gaan ineens naar de interior armor kijken. Die links, dat heet Star Wars Saga. Dat noemt de Comics Primer. Dat bestaat ook. Dat lijst even gewoon alles op wat er tevoren allemaal gebeurd is in een handig overzicht. Dat is misschien wel handig, dan hoef ik dat niet allemaal te lezen. Want ik heb dat wel. Door niet die 9 films of zo, dat is nee, ook nee, 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 van de, eigenlijk de comics. Eigenlijk wat er allemaal in de comics gebeurd is, lijst hij dat op. Het is een beetje raar dat dat tegelijk is opgekomen, terwijl dat er een Star Wars nummer 1 begint, die in een heel nieuw tijdperk begint. Ja, dus die hebben dan niet helemaal dan niks mee te maken. Want die doet een soort schone lijn, die begint na. Ja. We zitten. Wacht, we gaan eens kijken. Ja, het is naar... Hier, het begint mee dat een ander zijn hand wordt afgehakt. Voilà. Dus ja, dan weet je vrij hard waar we zitten. We zitten... Oh, wow, jong, spoiler alert! I am your father. Nee, dat is gewoon niks, hè. Dat ja, dit is Eye of an Empire, hè. Ja, klopt. Dus dit begint... Want die eerste reeks... Is dat na die de zat na de eerste film. Na de vier. Ja, moet dat echt zo geschreven zijn? Ja, uiteraard, dat hoort. Dat hoort erbij. Moet ook zo lezen. Dan moet je zo lezen, dan moet je denken. Moet je dan denken. Ja. Dat is charmant in films, maar dat is Arial. Ik vind dat toch gaaf. Nee, ik vind het leuk dat je denkt van. Dat je denkt. Oeh. Loopt daar weer een gast. Zo moet ik lezen. Zo moet van u wegzweven. Dat is Star Wars, daar hoort erbij, dat is canon. Ja, het is goed geweest, canon. In de Gouten, wat vonden we aan de film? Iedereen is dood, ik ben blij. Ik vond het niet zo slecht. Ik vond het maar ook niet zo goed, hè? Maar beter dan Jedi en minder goed dan Force Awakens. Wat? 4,5 ster. Wat? Mij staat er zo. Vond jij Jedi beter? Last Jedi beter dan? Omdat ze daar nieuwe dingen mee proberen. En retrospectief is Last Jedi een betere film aan het worden, dat is wel duidelijk. Ja. Vind je dat echt? Beter dan Rise of Skywalker. Ja, maar in de Rise of Skywalker doen ze ook weer dezelfde dingen, hè? Dat ben ik met je eens. Het is gewoon dat die. Dat ik vind niet... gewoon alleen de Las Vegas scène is. Dat is prequel shit. De Vegas scène is prequel shit. Ja, dat is de enige in de laatste trilogie wat prequel shit is. Waarom is dat prequel shit? Dat vind ik van de kantina? Dat is geen kantina, vriendje. Dat is echt nog iets anders. Nee, ik vind de Vegas-scène in de Jedi is... En toen ze speciaal om de kant. En dat zei hij toch, te veel beestjes. Zei hij dat? Ja. Te veel beestjes. De porks zijn... En die fucking kristallen, die Swarovski-vosjes. Ja, dat was niet nodig. De Swarovski-vosjes. Die Swarovski-vosjes. Nee, dat klopt. Nee, dat is waar. Maar dus, voor zij die met de comics willen inpikken, is nu terug sinds 1 januari. Een nieuwe Star Wars reeks begonnen en die speelt zich inderdaad af vlak na de 5. Ja. Na Empire Strikes Back. Nou ja, en ik vind het altijd redelijk goed getekend wel. Dat ziet er altijd wel. Ja, ze zitten er altijd wel wat al in toe. En je herkent ook de. Dat is ook altijd wel. Ik blijf daar ook een kunst vinden van een comicboektekenaar, een striptekenaar, weet ik maar wat. Je hebt een bepaalde tekenstijl en ze vragen dan nu. Stikt er bekend volk mee in. Ja. Bijvoorbeeld in de Kiekeboe vind ik dat ontzettend slecht. Dat Mero, of nu zijn opvolgers, je merkt keihard dat die tekenstijl valt helemaal weg naar zijn karikaturale Kiekeboe en als ze een BV proberen te tekenen. Terwijl deze, ja, dat is perfect, hè. Ja. Als je dat ziet, dat stoort niet en er is helemaal nieuwe, er gaan zometeen nog nieuwe figuren bij meespelen en dat kan dezelfde tekenstijl blijven. Dus dat is echt knap gedaan, dat je als tekenaar, ja, ik maak stripfiguren van echte mensen. Ik vind dat een talent, dat is... Want ja, je kunt mensen hebben die portretten... Zonder handen. Ja. Je kunt mensen hebben die portretten tekenen, maar die kunnen nog altijd geen strips tekenen. Dat is waar. Terwijl deze, ja, die is nieuwe engels onttekenen. Ik vind dat van inkleuring ook, zegt dat is wel top. Ja, dat is van top. Inkleuring is echt, ja, ziet er gaaf alleen, uit. Alleen, ja, Chewbacca ziet er nu een beetje. Wat vind je dat? Roos, zegt hij. Roos, zegt hij. Oké, is dat het? Ja. Ik ben mee wel. Ja. Voilà, dus dat is ook begonnen, uiteraard, want het is december gepasseerd. Iets anders dat een beetje aankondigt voor wat er gaat gebeuren in 2020, en dat is iets waar ik heel hard in net kijk, is... Jij hebt Spider-Man gespeeld, hè, op de PlayStation? Toch een volle 2 minuten, ja. Jij hebt ooit gespeeld? Tuurlijk. Er komt een Avengers aan, Project Avengers. Oké. En ja,
Ze hebben er is al wel veel furore rond geweest, want ja, toen ze de eerste trailer lieten zien, was niet iedereen even hardop gezet met... Van die game? Ja, met het uitzicht van Iron Man, om maar iets te zeggen, of van Black Widow. Maar dat was ook de keuze van de makers van de game om echt af te stappen van, ja, een Robert Downey Jr. of ja, van... Ik voelde gewoon bij die eerste trailer dat ze niet goed wisten wat ze wilden. Van, ja. Wilt je nu een kopie maken van een soort Chris Evans of wilt je hem anders doen? Want dan trekt de stemacteur dit dan weer een beetje op. Ah, ja. Nu weet je niet meer welk universum dat je aan bekijken zit. Want is het een spel van de film of is het gewoon... Like Spider-Man staat al los van ze. Ja, maar daarom dat ze met de comics, hè, in Amerika leeft de comics altijd, zijn wat beïnvloedbaarder voor de mensen. Hè, en je ziet naar de cover, ze noemen het nu echt de Gamerverse. Dus ze willen echt wel een universum apart. Dus dat je dan drie universum hebt. Drie comic-book-universum. Comic-book, maar het is toch wel zo dat die comic-book-universum, dat ook te veel op het filmuniversum begint te lijken. Hè, het comic-book-universum. Ja. Er blijven grote verschillen, hè. Om er iets te zeggen... Is Nick Fury nog altijd zwart in de strip? Ja. Of is in de strip wel, hè. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Maar bijvoorbeeld, als je dan uw comicboekkenner bent, weet je dat dat niet de echte Nick Fury is, maar de zoon van Via, die toevallig hetzelfde oog... Ja, maar nu wel oog... Nick Fury, ja. Het is wel Nick Fury eigenlijk. Het is meer, wel Nick Fury. En in de comics is Hawkeye doof. Om maar al iets te zeggen. En dat is het eerste wat je nu in mijn hoofd opkomt. In de comics, wat verschilt er nog? In de comics is nu, we zitten nu bij Iron Man 2020. Dat gaat waarschijnlijk voor de volgende podcast zijn, want die gaat binnenkort uitkomen. Maar Iron Man 2020 is, Tony Stark is er niet, het is een broer. Tony Stark heeft een broer. Die noemt... Frankie Stark, nee. Jump. Jean-Paul Stark. Ik zal het hij is niet sexy. Die heeft in ieder Kevin Stark. Die heeft in ieder geval een broer en dat is een echte Tony Stark. Want Tony Stark is geadopteerd. In de comics. Ah ja, oké. Om maar iets te zeggen, die is te geadopteerd. Zeg, aan in slaap aan het vallen terwijl hij gaat luisteren. Dat weet je wel, ja. Dus ja, dus ik kan niet... Bon, dus er komt een videogame aan van die Avengers. Ik ben wel heel benieuwd wat dat gaat zijn. En er bestaan dus nu al comics. Maar waarom gaan ze eerst een comicboek uitbrengen? Om de mensen al wat warm te maken. En we zitten nu in een universum. Ik ben warm. Ik ben mee. Ik vond die Spider-Man spel geweldig. Ja, ik ook. Maar ik kan dat gewoon niet. En het principe is hier ook hetzelfde. Hè. Elk figuur gaat ook een aantal verschillende kostuums krijgen. Uit de films en uit de comics. Dus je kunt alle figuren waarmee je speelt kunnen helemaal aanpassen. Ik heb het beste. Dus ik heb dan in dat Spider-Man spel alleen maar gespeeld met dat pak uit de film. Met die zwarte streep hier. Ah ja, ik okay, gewoon om erin te komen. Ja. Ik vond het geanimeerde pak heel tof. Ja, maar dat is een heel ander. Dan had heel de dingen, heel de stad geanimeerd moeten zijn. Niet? Ja, dat deed pak. Jij speelde met. Is een onderbroek. Is een onderbroek of met de papieren zak over. Nee, dat zou ik gedaan hebben als ik meerdere pakken tot mijn beschikking had, maar zover heb ik nooit in het spel geraakt. Het Fantastic Four pak met de papieren zak over. Dat is mijn favoriete pak. Maar nee, ja, ik had net tegen de Kingpin gevochten en dan ben ik ergens verblijven. Dat is echt heel. Dat is letterlijk het begin. Dat is letterlijk het begin. Echt in het begin. En ik raakte niet. Maar ik kan niet slingeren, Fokker kon niet slingeren. Dus nee, ja, dat is ik slinger en ik loop over. En de functie, de bus pakken, bestond niet in het spel. Ik kom niet heel ver in het spel, nee. En nu durf ik ook echt. Maar, maar ik vond het wel gaaf, maar het was veel te moeilijk voor mij. Ja. Ja, oké. Okay. Wow. Het zag er wel gaaf uit, en je merkte misschien, dat. Misschien kun je met die Avengers wat beter. En met een hulk alles kapot. Alles kapot. Oké. Okay. Goed, dan hebben we nog een paar andere. Other comics. The Power Rangers. Mensen, mensen in de comics crossoveren ze heel graag. En deze keer hebben IDW en Boom Studios. Sorry jongens. Bruine bonen gisteren. Dat is nieuw. Er gebeurt iets, maar ik heb geen idee wat. Iemand is aan het boren of zo. Iemand is aan het bouwen. Wat? Hoorde dat hard? Ja. Ja, echt? Nee. Wel, wat? Wat zeg je? Nee, hoor er niks. Er komt een trein voorbij. Geen idee. Dat is boren, ja. Dat is boren, hoor. In ieder geval, ik kon gewoon door en doen alsof het niet bezig is. Het is opgestopt. De boren is voorbij. Gaatje nummer 2 van 400. Er is een crossover met de Mighty Morphin Power Rangers en de Teenage Mutant Ninja Turtles. En dat werkt wonderbaarlijk goed. Echt? Ja, ik vind het wel.
Ik vind ook, ze hebben ook een heel grave tekenaar opgezet, die Mayo. En die. Wat? Die stijl. Al ketchup was bezet. Die Mayo, dat zijn twee woorden: D-I en M-E-O. Al ketchup en die Mayo. Die lachen, want dan. Dan steek je maar. Dan, oh ja. Ik vind het gewoon getekend. Ik was de blauwe. Vroeger? Als de Turtle of de Power Ranger? Power Ranger. Nee, de Turtle. Iedereen is van de rode Turtle. Ik was een oranje. Ja? Ja. Nee, de Rafael is toch de coolste Turtle? Nou, de blauwe is de coolste, want dat is de leider. Ja. Er zit hier trouwens een fout in, hier in mijn kot, is er een fout in die graffiti. Heeft hij verkeerd wapen beter dan oranje, is dat? Hmm. Of een verkeerde... Of een keer toekske. Verkeerd dingetje op zijn kop. Dat dus dat bestaat ook. Er is een crossover met Power Rangers Turtles. Dat is net begonnen. Ik heb altijd wel... want dat is ook een beetje na mijn tijd, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb wel een fascinatie voor de Teenage Mutant Ninja Turtles. En die... de Toys That Make Us... Ja, daar hebben ze een hele goede. Dat is een hele... Dat is een iets te ADHD-erige reeks. Maar dat de oorspronkelijke... Het legt het wel goed uit. Het legt het goed uit. En dat die twee gasten elkaar aan het einde... Dat is echt dat bijna een traantje. Ja, dat je weet dat bijvoorbeeld die Turtles oorspronkelijk hadden die in verschillende kleuren. Hè? Nee. Die hadden die ook geen die hadden geen riem, waar hadden een letterlijk op. Die hadden allemaal een rood dingetje. Ja, en dat was zo voor kindjes een beetje te onduidelijk. Van, dus we geven ze allemaal een ander kleurtje van bandana. Ja. Cool. Die crossover is er. Alright. Iets heel anders, wat ik eigenlijk wel blij ben dat er nu is, is die Old Guard. Die Old Guard, chapter 2. Dus dat is, 2 jaar geleden is die Old Guard uitgekomen. En nu is er een vervolg opgekomen. Van Greg Rucka. En dat gaat eigenlijk over mercenaries die stiekem een beetje onsterfelijk zijn. Okay, ze kunnen stiekem nog... een beetje onsterfelijk zijn. Ja, want ze willen dat niet, ze willen dat geheim houden. Ik was altijd de roze Power Ranger, was dat eigenlijk? We zitten al bij de volgende. Oh, sorry. Roze Power Ranger. De eerste was echt een hele introductie naar iemand die net onsterfelijk geworden was en weer werd ingelijfd door hen. En in een tweede wordt er iemand van hun team ontvoerd en gaan ze achter de ontvoerder aan. Maar zij zijn eigenlijk huurmoordenaars of gewoon maar special die forces. Tekenaar? Sorry, Fernandez. Ja? Dat is een goede verhaal. Druk. Druk? Ja, het is, druk? Ja, het is niet. Het is, ja, je ziet het heel gepixeleerd trouwens op het tv-scherm. Dat doen we allemaal. Op het tv-scherm is het heel gepixeleerd. Dat ziet er een beetje uit als 100 Bullets. Is dat, ja, dat zou zoiets kunnen zijn, maar ik denk niet dat Fernandez is. Maar er komt ook een film van, met Charlize Theron. Oké. Die recht ben ik nu al van. Ik vind even de mooiste vrouw ter wereld. Dat is zo. Die. Ook in Monster? Doe die ook los. Dus dat hadden en je hebt heel veel flashbacks naar hoe ze hun ervaring hebben opgedaan. Maar dat is een heel interessant gegeven van eigenlijk onsterfelijken die tussen ons mensen rondlopen. En niet Highlander ja, geweest. Jawel, hier is het Highlander hoor. Ja, maar dat is even in het begin. Hè. Ah, ja. Maar het ding is ook, het concept is ook, bij die inleiding zit ook wel. Ze heeft toch een nemesis en die blijkt nog te leven en blijkt ook immortal te zijn. En die heeft iemand van haar team ontvoerd. En dan gaan we zien wat dat daar gaat geven. Ah, ja. Dus dat is die Old Guard. Dat is ook iets waar ik wel naar uitkijk. Oké. Dat zijn de singles. Dan gaan we even snel wat bundels doen. Er zijn er niet heel veel, want het is december. Komkommertijd. Komkommertijd. En jij moet misschien de film gaan zien. Binnen 20 minuten. Dat vind ik zo wel. Ondertussen. Nee. Nee. Er is ondertussen een bundel uit van de Female Furies. Goeie overgang. Female Furies. Van boven nog Female Furies. The Fourth World Revolution, dus die hebben even een miniserie gekregen om als in één bundel te krijgen. Een keer wat, hè? Nou, de vrouwkes. De vrouwkes. Maar jij kent die misschien beter? Nee. Jij bent een zeer grote Jack Kirby. Ja, maar van The Fourth World ken ik heel weinig. Ja, jij bent vooral ja, Jack Kirby is een Marvel werk. Mijn Marvel toestanden. En ik weet dat ik ben niet thuis. Het concept is eigenlijk een beetje dat zijn de Female Furies. En de Female Furies kennen onder andere is Big Barda, dat is die grote daar in het midden. Je hebt wie er nog? Arlie, Matt Harriet, Lashina, Bernadette en Stompa.
Dat zijn eigenlijk allemaal grieten die door Granny Goodness. Ja, die namen, dat is echt jaren 60. Hè? Ja, ja, jaren 70. Jaren 70. Ja. Dat was zo, ja, Granny Goodness. Die noemt Granny Goodness en die ziet er echt uit als, als uw bomma die, die pannenkoeken gaat bakken op een zondagnamiddag. Maar die is dan, dat is een villain, hè? Die heeft die allemaal opgetraind om de meest evil grieten van het universum te zijn. En in dit geval ja, hebben ze hun eigen avontuur. Ah ja. Ja. En is het goed? Verkoopt hij toch goed, hè? Zoiets dat is ook maar gemaakt om gewoon de rechten op de titel te kunnen blijven behouden. Zie, dat is Granny Goodness. Dat is toch... Het tekenstijl is ook niet bepaald uitnodigend. Het ziet er een beetje 90's uit, vind ik. Ja. Het speelde in de tijd, kwam de reeks eigenlijk vooral om te teren op... het succes van Mr. Miracle. Ja, ja. Hey, Mr. Miracle, dat toen uitkwam van Tom King, kwam Big Bar, dat was een dan kunnen we nog een ander Ford World ding doen. Ja, voilà. Nee, dit is die. Dit zijn eigenlijk zo'n beetje de assassins van Darkseid. Niet dat Darkseid aan nodig is, maar. Hi-Fi doet ook mee. Hi-Fi. Dus weet iemand die Hi-Fi noemt die er al mee doet. Dus je moet die heeft ingekleurd. Voilà. Na de Female Furies is er nog eens een crossover dat ze heel graag doen met DC, maar dan met DC zelf. Ah ja. Is Injustice versus... Ah, ik heb hem niet bij hier in de papierversie. Maar He-Man mag nu ook gewoon meedoen in het gevecht. He-Man tegen Superman. Tegen Superman en Batman. Dus He-Man wordt ingelijfd door Batman. Ik kan dan niet dat die dat Superman minder sterk is dan He-Man. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? I quote He-Man. Door te zeggen, I've got the power. Ja, maar reden op grote poes en... Wil je die allemaal rijden op een slaat toch nooit en iemand. Orko. Vergeet Orko niet. Ja. Ah ja, hier. Oh ja, kan ik Orko vergeten. Nee, het kan niet. Kan niet. Ja, hoe durf je? Allee, om. Kunnen die niet even? Verslaat hiermee ooit iemand? Ik bedoel, je weet toch, die gaat zitten in dat kasteel. Dat zijn... Nee. Er is om ontvechten tegen Faker. Tegen wat? Faker, een blauwe He-Man. Smurf even. En waren alweer een Superman even gewaagd? En je hebt Mossman ook. En wij hebben nog dat gezien in dingen in de Toys That Made Us. Mossman. De He-Man dingen, ja. Dat ze op den duur waren ze gewoon mannetjes aan het verzinnen. Hè. We plakken er een baard op, Baardman. Plakken er een piemel op, Piemelman. Ik bedoel Eenhoornman, sorry. We laten een manneke stinken, we noemen hem Stinkor. Zo van die dingen. Ja, dat is als op de duur. Stinkor. Ja. Maar vond men dit niet wel toch wel leuk of zo? Of, ja, ze gebruiken gewoon nog meer franchises, omdat bij Injustice hebben ze, zijn ze alles al gepasseerd vanuit de game. Hè. Ik weet niet of je de game ooit gespeeld hebt of gezien hebt. Kon dat niet, was te moeilijk. Echt? Was dat moeilijk voor jou? Ja, maar dat is gewoon... Dat is toch gewoon vechten tegen vechten? Ik bedoel toch? Ja, maar ik kan dat niet goed. Ik ben zo à la Mortal Kombat, hè. Ik ben er nooit goed geweest. Is toch plezant? Ja, maar ik kan dat gewoon niet goed. Dat is te veel combinaties. Dat is zo bolken omhoog naar links. Maar je noemde vijf wat... Bolken omhoog naar links. Door my life. Ja, allee, een vechtspel waar ik een menu moet bevriezen en een menu gaan om de handleiding te lezen van, ah ja, hoe doet hem dat? Vind ik niet leuk? Nee, dat is waar. Ik kijk naar die finishers op YouTube. Ja, dat vind ik wel leuk om te zien. Finishers op YouTube. Ja, dan komt er altijd zo'n cutscene dat je iemand heel hard genoeg slaagt. Ja, iedereen heeft dan een andere manier waar dat er gebeurt. En de andere vliegt dan is zo hard geslagen dat hem eens rond de aarde vliegt om dan terug te komen. Like de Flash had u zo, de Warlette had hij zo heel de planeet rondlopen. Om je zo'n lel te geven op snelheid dat hij zo daar weet. Dat vind ik leuk om te zien. Ja, nee. In de 2 was het nog erger, dan pakte hij u mee. En dan ging hem even heel de wereld rond en kreeg zelfs even een kopstoot van de Sphinx en zo. Dan gaat hij hem even er tegen douwen en zo. Ja, dat is cool gedaan. Misschien iemand slaat hij door de maan ook, denk ik. Ja, zoiets zal het wel zijn. Dat is leuk. Dat is gewoon leuk om op YouTube like dat te ja. Maar het is ook... ik vind dat als comiclezer dat wel eens tof dat je zoiets met Batman of met Superman zelf kunt vechten en die daadwerkelijk eens even tegen elkaar kunt laten vechten. En Batman kan minder dan hem wilt. Maar, Is dat niet in een of ander spelletje dat daar ook Predator en Alien en zo erin zit? Is dat Mortal Kombat? Nee. Dat is Mortal Kombat. Ja, daar hebben we heel veel... Ja. Capcom versus Marvel, hè. Ja, dat heb je ook. Maar Mortal Kombat in de laatste nieuwe games,
worden er altijd wel figuren uit andere franchises bij. Ik denk dat ik wel geprobeerd heb dat ik met Alien dan... Je kunt zelfs met Freddy ook spelen, en met Alien en met Predator. Met Frengels? Met Freddy. Freddy. En in de les... Frengels zijn veel beter zijn. De Schwartz zijn er ook. In de laatste Mortal Kombat kunnen met de T-800 spelen. De Schwartz... Nee, maar daar hebben we ook niet met de Witcher spelen. Als de Witcher er ook al was? Dat kan, maar de Witcher lijkt mij eerder iets van voor... snap je? De Witcher tegen Superman. Ja. Dat is het tegen zichzelf. En de Witcher gezien? Ja. Ja, ik heb het net gekozen. Ja, hij heeft er heel veel uitgelegd. Hij sprak voor mij iets te monotoon. Is dat Superman of Batman? Kies, hè, jongen. En een paar goed geplaceerde, fuck. Er zo paar. Ik had het geluk dat ze mij op voorhand hadden gezien van hoe het verhaal in heel stak. Dat ze zeggen, ja, wat de fuck is dat met die tijdlijn? Als je dat op voorhand weet, kijkt het zeer aangenaam. Maar ik wist het niet, dus zeer op voorhand, en ik wou eigenlijk dat ik het niet geweest. Ik heb het opgezocht bij aflevering 3 of 4. Ja, ik heb het gaandeweg ontdekt. En ik dacht van, ze waarom zo wel moeilijk doen, maar als het zo makkelijk, als het makkelijk kan. Kijk, een flashback, dat doe je in een sepia-toontje. Het is geen flashback, dat is ook een verhaal. En ja, nee, het speelt allemaal... Ja, maar hij zit al 20 jaar wat beesten af te maken, terwijl dat haar verhaal is op één namiddag of één dag. Ja, ik vond het een beetje moeilijk doen wat niet noodzakelijk was, maar het is wel een leuke reeks. En als je gewend bent dat Superman spreekt als Batman, dan is het oké, dan begin je... En hij doet dat toch goed? Hij voelt niet geforceerd aan dat hem dat doet. Ik ken dat spel, die boeken niet, maar in dat spel is dat ook zo. Ja, voilà. Dat schijnt is die Henry Cavill echt fan van het spel ook. Henry Cavill zelf is een grote geek. Of misschien is hij wel een nerd. Ja, Henry Cavill is dat niet beschreven in dat boekje, hoor. Jawel, niet veel nerds die er lekker Henry Cavill uit 247. Nee, maar dat is in de podcast van vorige week, van Geek Street Talks, voor zij die dat ook graag zien. Was dat benoemd geweest dat Henry Cavill bijna de rol van Superman niet had, omdat hem ont World of Warcraft spelen was en serieus net ontlooten was, of weet ik veel wat. Hij was een dungeon aan het spelen en hij heeft op dat moment telefoon gekregen van Zack Snyder. En hij zei, nee, ik ga nu wel verder spelen en 3 uur later of zo zeg hij, oei, dat was Zack Snyder dat beelde. Zal misschien toch eens terug hebben. Zack Snyder was al... Het school niks! Ja. Zack Snyder zegt ook van, hé, gast. Altijd apparaat. Laat je kut eens los. Release je kut, zegt Snyder. Snyder kut. Het blijft wel om populariteit winnen trouwens. Maar ik wil Snyder kut. Ik wil het niet meer zien. Het interesseert me niet. Het is 3 jaar geleden of zo. Ja, ik wil Zack Snyder zijn kut zien. De film is tijdloos, hè? Wij hebben film ook te leren te maken. Maar nee, wow, die film is toch ook totaal niet af. Die film is niet tijdloos. Justice League is niet tijdloos. Nee, die is niet tijdloos. Die was al gedateerd voordat hij uitkwam. Ja, dat is. Ja. Wat een verhaal al gezien in Avengers. Op die manier. Dat is die scène waarin Quicksilver. Ah, nee. Dat is gewoon niet goed. Nee. Maar toch, ik wilde Zack Snyder zijn kut zien. I don't give a shit. Zack Snyder kut. Ook wel. Maar in de film ook. Weet je wel dingen zien dat je helemaal in de film niet kan zien. Zijn mensen vergeten wat een verademing dat de Batman v Superman kut was? Dat was ook niet beter. Nee. Dat 20 minuten boven. Dat was wel de motivatie. Ding is minder slecht in. Social Network was ook beter slecht. Zijn motivatie weer beter in. Ja, dat was wel minder slecht. Want dat trok op geen hol in die oorspronkelijke. Ja. Er blijkt ook een J.J. Abrams kut nu, zijn de rumors, hè, van de Rise of the Kut. Ja, dat scheelt nu niet. Rise of the J.J. Abrams kut. Rise of the... Waarin, omdat gedaan! Nee! Gedaan! Als ik een kut wil zien, dan wil ik een kut zien. Altijd dat... Oké, volgende kom ik dan. In bundel... Release the kut! Allee, kom, ik moet in een film. Aquaman is uitgekomen. En, volgens Nerdist, Aquaman nieuw comic. En Aquaman begint stilkens al meer en meer op... Aquaman te lijken. Op die lul van Game of Thrones. Dat klopt. Heeft hij nu... Dus er is een nieuw... Dus Aquaman is ook terug opnieuw begonnen. Geschreven door Kelly Sue de Koning. Die kennen we ook vooral van Captain Marvel en dergelijke. En in deze verhaal, want dat was wel heel makkelijk om dat te doen na... Na Drowned Earth, dat was een event tussen Aquaman en die Avengers en Justice League.
En daar was hij ineens zijn geheugen kwijt. En waren ze hem kwijt. En nu is hem eigenlijk aangespoeld op een eiland. En weet hem niet meer wie dat hem is. Ah ja. Dus hij komt zo een beetje ook. Het is ook een en dan komt iemand en zegt hij. Je bent Aquaman. En dat is klaar. En dat is klaar, maar hij zit op een eiland waar ze Aquaman niet kennen. En dat eiland, ja, er zit wel, er loert wel wat gevaar achter de hoek of achter de palmboom of wat je wilt. En het leuke is, als ze hem niet oplet, then he will sleep with the fishes, zeggen ze. Haha. Oei, als zijn huid niet doordringbaar is, hoe is hij aan tatoeages geraakt in de film? Dat is de vraag. Dat is een goede vraag. Een heel goede vraag. Heel goede vraag. Misschien toen dat hij jong was, maar... Zoiets dus. Dus ja, dat bestaat. Ik kwam mij dus terug opnieuw begonnen. Dat is ook weer typisch. Ja, nou, dat laten we ook voor wat het is. Ja, voilà. Marvel heeft op de valreep... Oh nee, niet op de valreep, maar deze vond ik wel een heel interessante. Dat is die een... Thanos! Thanos! Er is nog eens een Thanos-verhaal uitgekomen. En dat Thanos-verhaal gaat eigenlijk over de relatie tussen... Thanos en Gamora, ah, ja. Als hij haar gevangen neemt. En dat steekt wel goed in neen, want je kunt beide personages wel volgen in hun gedachtegang. Dat is ook heel, en hier wordt ook wel nog niet on the Black Order. Wie, is dat, wie heeft dat getekend? Is getekend door, nu moet ik zelf even kijken op een boek, want dat weet ik ook niet. Het stond niet meer in mijn naam. Olivetti. Olivetti. Nee, maar het is leuk getekend. En, ja, het is leuk getekend en het past ook wel met eigenlijk dat... Oh, mijn accu is bijna. Oh, ja, accu is bijna. Ik moet spoeien. Snel, snel, snel. Maar het is echt tof gedaan omdat Thanos echt zijn eigen crew zelfs opofferen is. En hij wordt ook meer getekend... Richting films. Josh Brolin, ja. Ja, dat merkte heel hard. Ik bedoel, hij zet zijn helm niet meer op en nog wat meer streepjes langs boven in plaats van onder. Ja, hij had altijd heel veel streepjes op zijn kin, maar nu heeft hij ook heel veel streepjes op zijn bovenlicht. Ja, oké, we gaan het zonder ding moeten vet doen. Ai, 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 dit is zeer op het einde van de... Geen signaal! Geen probleem, geen probleem. Hebben we nog veel? Nee. Nee, zeker niet. Dit was Mechanicast. Dat is het nou. De volgende keer. Nee, vergeet niet. Er zijn er nog een paar, een andere, maar daar heb ik daar niks van. Shit. Hou niet meer naar de film aan, ik had gewoon zo. Hoeveel van niet? Haal je niet meer. Ik ben in 5 minuten, maar ik heb ook nog niet gegeten. Mijn honger is aan het winnen van mijn zin. Ik heb een slaatje gegeten. Ja, je slaatje. House of X en Powers of X is uitgekomen in bundel. Ja, maar dat is een hardcover. Ja. Ik wil nog niet een softcover. Nog geen softcover. Want die hardcover is €75. €60. €60. En de bundel, de softcover gaat veel gekocht. Daar gok ik dat dan €50 of €40 was. Oh ja, dat is toch veel goedkoper. Dat is veel goedkoper. Maar het is het goed? Is het, het goed? Is het beste van Marvel van 2019. Nee, dat was... Spider-Man Live Stories van Spider-Man fans. Maar deze terug een inleiding naar die X-Men. Dat fantastisch is. Het is Jonathan Hickman, hè? Jonathan Hickman. Jonathan Hickman heeft hetzelfde gedaan met die Avengers in der tijd. Hij heeft hetzelfde gedaan met Fantastic Four in der tijd. Die heeft Ebony Maw bedacht, eigenlijk. Ebony Maw? Die heeft Infinity... Infinity heeft die Ebony Maw bedacht. Daar heeft hij heel de Black Order bedacht. Ja. Waar had hij eigenlijk amper... Die geeft er amper een uitleg aan. Maar die komen dan wel in die Avengers film. Ja. Dus ja, die zie je ook in die Thanos. Maar in, bij die X-Men, nu House of X en Powers of X... Dus kun je die dan inmonteren dat het er hier zo op komt? We gaan dat proberen. Hier, maar heel slecht ook. Maar echt slecht. Heel slecht. Getekend door een 3-jarige. Volgende keer pak ik een adapter mee voor mijn lamp. Dat hij een taal moet tekenen. Zal ik een taal tekenen? Ja. Ik begin met een balzak in. En dan werk ik dat. Begin met een balzak en dan werken er rond. Dus zo dat taal getekend wordt. Maar dus nog, House of X en Powers of X. Dat is de Marvel-method. De Marvel-method. Is eigenlijk voor zowel doorgewinterde X-Men-lezers als eigenlijk nieuwelingen een perfecte inleiding om die X-Men te Ik heb daar het eerste boekje van Powers en dat sprak me ook gelijk wel echt aan. Tekenwerk is fantastisch en je wordt echt geïntroduceerd met Moira MacTaggert, die eigenlijk een beetje de rode draad gaat zijn. We hebben dat ook gezegd bij de issues toen dat die net uitkwamen. Maar het blijft goed. Het is in verschillende tijdsperioden misschien? Ja, nee, nog niet. Daar ken ik ook niet echt veel. Er zijn twee verschillende tijdsperiodes. Het is van alles, maar ook weer niet.
Maar daar mag ik het moeilijk mee spoilen. Het speelt zich eigenlijk af in de toekomst. Beetje maar... zoals bij seksleven. Het veel één vooral eigenlijk niks. Het is eigenlijk helemaal niks. Het speelt er ook in verschillende tijden af. Al... maar vooral in het verleden. Yes. Ja, Paul. Nee, wat heb je nog? Kom. Laat je niet op mij uit het veld slaan, Jens. Kom, je bent beter dan dat. House of X en Powers of X. Zeker aan te raden. Ook iets heel leuk dat is uitgekomen is Sonata. Ik kan het alweer herleiden tot dat. En dat is getekend, en dat is getekend door David Hein. En David Hein, daar hoorde niet veel meer van, maar die heeft wel een van mijn favoriete comics ooit getekend. En dat is Bulletproof Coffin. En Bulletproof Coffin, ja, dat zal ik ooit nog wel eens vertellen. Ja. Maar dat is de comic die heel meta is en u als lezer betrekt mee in de comic. Dat je eigenlijk op de duur mee een rol speelt in het verhaal. Mm-hmm. En dat is heel knap gedaan. Nu, deze is, een artwork is nogal computerachtig getekend. Dus ik ben er niet helemaal fan van. Maar het opzet is wel heel leuk. Is dat je weer met een Romeo en Juliet setting zit. Dus je zit met twee verschillende volkeren. Volkeren die in de sci-fi wereld zitten, die zijn een, de beide bevolkingen zijn een planeet koloniseren. En telkens als die planeet langs hun planeet draait, één keer per jaar langs die en één keer per jaar langs de andere planeet, dan komt er een groepering van die planeet naar die planeet over. En ze zijn echt met elkaar serieus in battle, of in oorlog, moet je kiezen. Hey, want battle klinkt net ietsje beter, denk ik. Maar, dat is eigenlijk hoor. Maar zij is de dochter van de aanvoerder van de goeie. En hij is dan de zoon van de aanvoerder van de slechte. En ze worden verliefd op elkaar. En jadda jadda ja. Maar het heeft ook, qua tekenstijl heeft het heel groot avatar gehalte, vind ik. Er zitten ook lokale wezens. Zo, ja. Lokale wezens doen er mee. En het voelt wel goed. Het is echt wel een tof, fris... sci-fi. Ja, maar avatars, deze mensen zijn niet zo... Nee, ze zijn niet blauw, ze hebben menselijke trekken. Nee, het gaat niet over blauw. Eenzijdig. Ja, en hebben wel gewoon wapens en zijn minder primitief. Ja, klopt. Dat wordt ook een gegeven moment... Het is minder primitief. Dat wordt ook een gegeven moment even aangeklaagd in het verhaal, is dat ze echt tegenover elkaar schrik hebben dat een andere verder geavanceerd is, de andere groep verder geavanceerd is dan de andere. Terwijl ze echt op elkaar gewacht zijn. De ene is wat meer mechanisch toegelegd, de andere is wat meer chemisch toegelegd en die stond bij de vlakken veel. Dat is niet iets wat ik zou kopen, maar het ziet er wel goed uit. Ja, het is echt mooi. Dan heb ik er nog eentje. Bij wat is dat? Bij uitgekomen? Image. En nog een laatste bij Image is Sharky the Bounty Hunter. Dat heb ik ook al eens laten zien bij singles en nu heb ik het helemaal uitgelezen als bundel. Vooral Simone Bianchi, die dat tekent heel speciaal. Dat is voor mij wat te druk. Ja, dat is een tekensteller om te gewoon worden. Maar het heeft ook zo een heel hoog, ik weet niet wat je, Ravian en Laurelin, of inderdaad Valerian in de tijd, de film, die dan serieus getankt is. Maar dat deed een heel hoog dat gehalte van hij is een huurmoordenaar, of een bounty hunter, ik zal het zo zeggen. En... Wat? Nee, dat is helemaal iets anders. Ja, toch? Ja, dat is wel. Ja, dat is wel waar. Dat is wel iets anders. Ah, ja? Ik dacht gewoon dat je een woord had en heb er een noordelijk woord voor gekozen. Ja. Nee, dat is niet waar. Een bounty hunter zoekt... Bounties? U wordt daar zoekt Twix. Oh. In ieder geval, hij is eigenlijk een gast die nooit... Ik wil meer hebben, man. Dus hij is in ieder geval, hij Sharky, is de kerel, een huurmoordenaar. Nee, een bounty hunter. Godverdomme. Fuck, echt waar. Nee, maar ik heb niks gedaan. De image, dames en heren, koop dat. Het is van Mark Millar, superleuk. En Simone Bianchi kan heel schoon tekenen. En of die nou een bounty hunter is, of een Mars hunter, of een huurmoordenaar. Het is keigoed, volgens Jens. Bon, op die sisser zullen we dat maar afronden. En, dat fucking boek. Ik haat dit boek nu. Ik ben fan van dit boek. Ik eis een boycott van dit boek. Nee. Koop allemaal. Dit boek gaat over nerdcultuur. Hè? Als je het ziet liggen, leg er een ander boek voor. Ja. Zo hard haat ik dit boek. Thijs van Domburg en Wim.
Voilà, dat was het voor december. Dat ging toch vlot? Is toch vlot gegaan? Ik snap niet dat die zo moeilijk deed de hele tijd. Het is toch vlot? Waarom doe ik moeilijk? Ik doe niet moeilijk. Af en toe komt hashtag, er iets tussen dat ik niet. Het is een geoliede machine. Geoliede machine. En jij zei de stok die er altijd tegenwoordig wordt? Ik denk dat de batterij de stok was. Hè? Nu de per batterij. Se. Ik denk dat de batterij was de stok. Het had korter kunnen zijn, denk ik, en dan had de computer nog altijd kunnen werken. Hetzelfde. Precies met seksleven. Als een stok korter. Nee, dan had hij niet als uw stok korter. Of... Nee, dat kan niet. Dan verdwijnt hij in mijn lichaam. Mooi beeld voor op je retina. Wil jij nog iets weggeven? Nou, jij moet iets ik heb niks te vergeven. Ik, mijn, ja, ik, ken ik heb niks meer. Die een inkoming ging kat, wat dat komt. Met hashtag. Nou, zo, dat is het begin van een dus de eerste 5 mensen. Ik geef meestal wel de nummer 1 weg, want het zou een beetje sucky zijn. Misschien nee, maar het is nummer 13 een reeks weggeven. Dus, inkoming en mensen die, de eerste 5 mensen die komen zeggen... Tot zolang de voorraad strekt, hè? Allemaal weg. Ik dacht, ik beperk het nog tot 5, maar is lief van je, man. Hashtag, Xander Rijk, verzint een hashtag. Wat ik moet... Ik ja, tuurlijk. Ja. Je zit hier wel in je reden, hè. Dat is niet waar, ik verveel me gewoon. Ik weet niet, we hebben geen knotsgek dingetje like de vorige keer. Dus, nee, geen knotsgek dingetje. Hashtag knotsgek dingetje. Voilà. Hashtag knotsgek dingetje. Knotsgek dingetje. Knotsgek dingetje, als je dat komt zeggen tegen Jens of andere Jens, dan krijg je... Of Kim, of Liesbeth. Dan moet je die wel zeggen. Ja, het zijn de eerste 2 vrouwen in deze winkel, dus zoek ze maar. Knotsgek dingetje. Knotsgek dingetje. Hashtag knotsgek dingetje. En dan krijg je gewoon een inkoming en hopen dat die goed is. Valt wel mee, maar niemand. Verkoopt die te weinig, ja? Ja, daarom ik hem nog helemaal niet. En waarom is dat? Ik weet dat niet. Moest ik dat weten, hè? Ga je dus in de stok gaan? Geld vergeten. Ja. Anyway. Maar kun je nou voorhand moeilijk bepalen? Jij moet bepalen hoeveel van je elk hoeveel. En dat is best moeilijk, lijkt mij. Ja, want je kunt in Amerika. Sommige dingen weet je zeker. Ja. In Amerika kunnen daar retouren en hier niet. Dus alles wat ik overhoud, hou ik over. En maak je soms dat je te weinig van iets hebt? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. House of X, Powers of X. Ah ja. Dat was een gigantisch succes. Daar had ik dubbel zoveel van kunnen bestellen. Ah, ja. Van de zinnetjes. Ja. Dat is altijd een beetje, ja, wikken en wegen, geven en nemen. Dat blijft gokken. Oké. Voilà. Dus trouwens, ik heb ook nog, ik heb met de Fokcast, voor de mensen die van strips houden, ik heb met de Fokcast Wim Swerts geïnterviewd. Dat is de tekenaar van de oorspronkelijke Samson strips, de Kabouter Plop strips, de Daarmee Basta, Wacht Eens Even, en tekent nu Vertongen en Co. Ja. Dus die heeft die doet het dit jaar, 2020, is het 30ste jaar dat hij strips tekent. En dat is een hele aardige vent. Jij hebt hem ook ontmoet. Superleuke vent. En die was in de joke omdat hij naar Bert Gabriels kwam kijken. En dan heb ik die in mijn kelder gesleurd en helemaal ervan langs gegeven. En daarna heeft hij mijn boekjes moeten signeren. Maar dat was eigenlijk een heel leuk gesprek. En dan komt in februari komt die Fokcast online. En dan heeft hij eigenlijk hetgeen wat dan van gekomen is. Bert Gabriels heeft hem niet allemaal gemist. Jawel, we hebben ook gezien. Dat was een keileuke voorstelling van Bert Gabriels. En daarna heeft hij mijn boekjes gesigneerd en getekend. Wim Swerts, check die shit. Voilà. Alright. En dat was voor deze maand. Tot de volgende keer.